Goedemorgen deze zondagmorgen. We zitten inmiddels alweer 5 weken thuis. Ach, wat duurt het lang, hè? Inmiddels voelt het al lang niet meer als vakantie, toch? Missen jullie de juf al en je vriendjes en vriendinnetjes op school? Vinden jullie het nog steeds leuk om thuis alleen maar met je broertjes en je zusjes te spelen? Vanochtend ga ik een paar keer iets vertellen. Om ervoor te zorgen dat jullie goed opletten, heb ik een klein spelletje bedacht. De eerste keer, dat is nu, en de tweede keer zijn er 5 dingen anders. Zie jij de 5 verschillen? Wat wil jij aan doen? Oh, ik ben even een filmpje aan het maken voor de kerk. Oh. Vanochtend gaan we het hebben over een held en over gehoorzaam zijn. Aan wie moet jij gehoorzaam zijn? Normaal gesproken vast de juf of de trainer, maar in deze periode toch vooral je vader of je moeder, denk ik. Nog meer? Zijn er nog meer mensen voor wie je gehoorzaam moet zijn? En wat gebeurt er als je niet gehoorzaam bent? Krijg je dan straf? Moet je dan strafregels schrijven? Moet je in de hoek zitten? Moet je zonder sokken naar bed? Moet je op een stil plekje gaan zitten? Nou, we gaan nu luisteren naar een verhaal over gehoorzaam zijn. Laat je licht maar schijnen, laat je licht maar schijnen, in de duisternis, in de duisternis. Laat je licht maar schijnen, laat je licht maar schijnen, waar geen licht meer is, waar geen licht meer is. Laat je licht maar schijnen, laat je licht maar schijnen, in de duisternis. Laat je licht maar schijnen, laat je licht maar schijnen, waar geen licht meer is, waar geen licht meer is. Want je bent het licht hier in deze wereld. Schijn dan voor de mensen om je heen. Net zoals een stad bovenop een heuvel heel goed is te zien voor iedereen. Laat je licht maar schijnen, laat je licht maar schijnen, in de duisternis, in de duisternis. Laat je licht maar schijnen, laat je licht maar schijnen, waar geen licht meer is, waar geen licht meer is. Als het donker is, fiets je met je licht aan, zo laat jij je zien in het verkeer. Met je licht, dat je goede daden zichtbaar zijn en God krijgt alle eer. Denk aan wat je zelf wilt, dat een ander voor je doet. Doe dat voor die ander en dan doe je het goed. Laat je licht maar schijnen, laat je licht maar schijnen, in de duisternis. Laat je licht maar schijnen, laat je licht maar schijnen, waar geen licht meer is, waar geen licht meer is. Oh, laat je licht maar schijnen, laat je licht maar schijnen, in de duisternis, in de duisternis. Laat je licht maar schijnen, laat je licht maar schijnen, waar geen licht meer is, waar geen licht meer is. Hey, goedemorgen. Hey, leuk dat je weer kijkt naar een aflevering van de Kinderkerk Online. En moet zeggen dat ik het allemaal wel een hele bijzondere situatie vind. Hè. We zitten inmiddels in de 5e week, zoals je net hoorde. En ja, het is natuurlijk voor niemand leuk. Hè. Voor jongeren niet, voor ouderen, mensen in verpleeghuizen niet. Maar ja, we moeten met elkaar moeten we er toch maar wat van zien te maken. En ik denk dat als we allemaal ons best doen en ook luisteren naar wat de overheid ons adviseert, ja, dat we er ook wel zullen komen, maar ja, dat het niet de makkelijkste periode is, dat geloof ik zeker. Zoals jullie weten sta ik zelf voor de klas en ik vind het ook helemaal niks om les te moeten geven op afstand. De kinderen door middel van een beeldschermpje te zien, sommigen helemaal niet.
Omdat die niet inloggen en dat zijn dan de kinderen die we dan zogenaamd kwijt zijn. Maar het is een hele bijzondere situatie. En ik hoop dat we elkaar gauw weer zien. En ik wil je ook bemoedigen, hou vol. En ik denk dat we met elkaar en de hulp van God niet te vergeten dat we hier wel doorheen gaan komen. Hey, vandaag wil ik met jullie het verhaal van Jona lezen en doornemen. Want Jona is eigenlijk wel een hele bijzondere man. Jona is een profeet. En een profeet is een man Gods die namens God spreekt. Dus God die heeft een boodschap voor mensen en daar gebruikt hij andere mensen voor. En mensen die echt woorden van God doorkrijgen, en zeker in die tijd, dat zijn profeten. En Jona die kreeg van God de opdracht. En de opdracht die hij kreeg was, ga naar Nineveh. Want in Nineveh doen de mensen slechte dingen. En God had ook kunnen zeggen, joh, laat die mensen maar, joh. Hè, laat ze maar lekker aanmodderen, laat ze het maar uitzoeken. Maar nee, God die heeft een warm hart voor mensen. En God wil één ding, en dat is dat die mensen zich omkeren. En daar gebruikt hij Jona voor. En hij zegt tegen Jona, joh, ga naar Nineveh. En zeg tegen die mensen dat ze moeten stoppen met datgene wat ze niet goed doen. En luisteren ze niet, dan zal Nineveh in 40 dagen worden verwoest. Nou, dat is nogal een boodschap. Als je als profeet zijnde, als man Gods, de boodschap krijgt om tegen mensen te vertellen van, joh, als jij je leven niet betert, dan gaat God de hele stad vernietigen. En wat doet Jona? Jona pakt zijn spullen en die gaat naar de haven toe, naar Jaffa, en die koopt een kaartje en die stapt op de boot. En op zich is dat wel heel bijzonder, want ik heb nog eens nagekeken waar Nineveh ligt. En Nineveh, dat ligt in Irak, dat ligt landinwaarts. Hè? Daar kom je normaal gesproken niet met een boot. Dus Jona die stapte op de boot en in plaats van dat hij richting Nineveh ging, ging hij precies de andere kant op. Nou, dan denk ik, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je man Gods bent en dat je precies het tegenovergestelde doet dan wat God tegen je zegt. En hij stapt op de boot, hij legt zijn bagage in het onderruim en hij gaat daar lekker liggen. De boot die vaart weg. En ze zijn amper vertrokken of God stuurt een zware storm. Want God had een ander plan. God had tegen Jona gezegd, ga naar Nineveh. En Jona nam de boot naar Tarsis. Precies de andere kant op. En God stuurde een zware storm en de zeelui, nou die wisten niet meer hoe ze het hadden. En dan denk ik hier, ik heb hier een bootje staan. Nou, ik denk als er een flinke storm komt, dan klappert het. De zeilen die staan onder spanning, die boot die gaat heen en weer en het water slaat over de boeg. En dat zijn natuurlijk, dat zouden hele bange momenten geweest kunnen zijn. En er wordt van alles overboord gegooid om maar het lijf te redden. Om maar te zorgen dat het schip niet vergaat en dat de bemanning ook niet zal vergaan. En ze willen er toch achter komen van, joh, hoe kan dit nou zo? We zijn met rustig water vertrokken. En we zitten nu in een zware storm. En wat ze dan doen, ze roepen hun goden aan en ze gaan het lot werpen. En het lot werpen zou je kunnen vergelijken met we dobbelen erom. En niet van we gooien 6 en wie het getal 6 heeft, die heeft het gedaan. Maar ik denk wel dat dat een serieuze business was. En het lot wees aan dat het door Jona kwam. En Jona had wat uit te leggen. Want ze maakte Jona wakker. Ze zei, hey, waarom lig je hier nou te slapen? Roep ook jouw God aan. Want misschien luistert jouw God wel. Als we hem vragen of de storm gaat liggen. En Jona die vertelde aan de kapitein dat hij ongehoorzaam was. En dat hij de schuldige was. Want God had tegen hem gezegd, ga naar Nineveh. Maar dat deed hij niet. Hij ging naar Tarsus. En, maar ja, wat moeten we doen? Wat is dan de oplossing? En Jona zei, gooi mij maar overboord, want ik ben niet gehoorzaam geweest aan God. En als je mij overboord gooit, dan zal de storm gaan liggen. Maar ja, dat is natuurlijk lastig, dat je een man Gods overboord de zee in gooit. En toch deden ze het. En ze vroegen God ook om vergeving toen ze hem overboord gooiden, want dat was natuurlijk niet wat ze wilden. Maar toen ze het hadden gedaan, toen werd de zee rustig. En ze dankten God en ze brachten God een offer. Als dank voor het feit dat hij hun gebeden had verhoord. En de zee die ging liggen en het was rustig. Maar Jona, die zat natuurlijk in de penerie. Die zat in de grote problemen. Want je snapt natuurlijk wel als jij in de zee wordt gegooid
En er is niks om handen dat je het best wel even benauwd hebt. En, maar God liet Jona ook niet los. Jona die zakte de zee in en God stuurde een grote vis. En in die grote vis door die grote vis werd Jona opgeslokt. En 3 dagen en 3 nachten zat hij in die grote vis. En daar zat hij niet alleen, maar hij was aan het bidden. En dan staat er in de Bijbel het volgende. Er staat zijn gebed. Toen ik bang was, riep ik naar u, Heer. Van u kreeg ik antwoord. Ik was bijna dood en ik schreeuwde om hulp en u hebt mij gehoord. U gooide mij in het midden in de diepe zee. Het water was overal. Hoge golven rolden over me heen. En ik dacht, u stuurt mij weg. Nooit meer zal ik uw heilige tempel zien. Het water sloeg over mijn hoofd. De zee was overal om me heen. Mijn hoofd zat vast in waterplanten. Ik ging naar de diepte waar de bergen beginnen. Ik leek voor altijd gevangen in het land van de dood. Maar u, Heer, trok mij levend uit het graf. En toen het einde van mijn leven kwam, dacht ik weer aan u, Heer. Ik bad tot u. In uw heilige tempel hoorde u mij. Veel mensen dienen waardeloze goden. Ze verlaten de God die helpen kan. Maar ik niet. Ik zal u met offers danken en een lied voor u zingen. Alles wat ik beloof zal ik doen, want alleen u, Heer, brengt redding. Nou, en op dat moment, toen hij klaar was met bidden en de belofte aan God had gedaan van ik zal gehoorzaam zijn, toen stuurde God de vis meteen naar de kant. En hij kreeg opnieuw de opdracht. God zei nogmaals, Jona, ga naar Nineveh. En Jona ging. En je kun je voorstellen dat dat natuurlijk wel bijzonder was. Iemand die in doodsangst had gezeten, die toen weer op het strand kwam, hè, daar waar hij vertrokken was een aantal dagen geleden. En die toen weer de opdracht van God kreeg en hij ging. Nineveh die was een grote stad. En als je Nineveh wilde doorkruisen, duurde dat ongeveer 3 dagen. En hij was halverwege die stad. En toen vertelde hij de mensen wat God hem had verteld. Dat als ze hun leven niet zouden beteren, dat God Nineveh zou vernietigen. Met alles wat daarin was. De mensen, de dieren, alles. En de inwoners die geloofden dat. En wat ze deden, ze gingen vasten. Ze deden rouwkleren aan. En ze waren zich echt bewust van, we doen het niet goed. En ze hadden ontzag voor God. En de koning, die trok ook zijn koningskleren uit. Die trok rouwkleren aan. Hij ging vasten en riep het volk op om allemaal te bidden, geen geweld te gebruiken, in de hoop dat God zijn plan zou wijzigen. Want die mensen wisten natuurlijk wel, hey, dit is wel een serieuze boodschap, dit is niet zomaar iets. Jona komt namens God vertellen wat ons te wachten staat, als wij doorgaan waar we mee bezig zijn. En God zag de verandering bij de mensen en hij kreeg meelijden. De mensen die keerden zich echt om en die lieten het fouten lieten ze achter zich. En Jona vond dat maar niks. Jona die zegt, ja zie het, nou ja, hier was ik al bang voor. He, u bent genadig, u bent liefdevol, u bent geduldig, u heeft meelijden met de mensen. En als de mensen berouw tonen, dan laat u zo, uw plan veranderen. U gaat niet meer doen wat u eerst van plan was. En daar was hij boos over. En God die begreep dat niet. Hoe kan je nou boos zijn over het feit dat ik geduldig ben en genadig en liefdevol? Maar Jona was echt boos, want die had zoiets van, nou, God die gaat die stad verwoesten. Maar dat deed God niet. En hij was zo boos en hij zegt, God, laat me maar doodgaan. Want dit is niet wat u had gezegd. En toch deed God het wel. God die liet zijn plannen wijzigen. Door het gedrag van mensen. Dus toen de mensen gehoorzaam werden, toen ze de wil van God deden, toen bedacht God zich en kwam hij terug op zijn eerdere plannen. En Jona die zat daar, die zat op een bergje te kijken naar Nineveh, af te wachten wat er zou gebeuren. En hij zat daar in de zengende hitte. Ja, hij verbrandde zowat. En God die liet een boom opkomen uit de grond. En om Jona schaduw te geven. En Jona vond dat heerlijk. En het was ook Gods plan om de boosheid bij Jona weg te halen. Om ervoor te zorgen dat hij niet meer zo verbitterd zou zijn en niet boos,
maar dat hij gewoon blij zou worden. Omdat God ook voor hem zorgde. En God had al voor hem gezorgd natuurlijk, hè? Hij had hem gered uit de zee. En nu weer, hè, hij zou verbranden, maar God die zorgde voor een boom. Maar de andere dag, toen stuurde God ook een worm. En die worm, die vrat die boom aan, waardoor die boom wegging. En er kwam een zandstorm. En Jona was weer boos. En God die zei ook tegen Jona, joh, jij hebt helemaal geen recht om boos te zijn. Want ik doe het goede. Er zijn 120.000 mensen in Nineveh, die waren anders verloren gegaan. Maar het gebeurt nu niet, omdat ze hun leven hebben omgekeerd. Ze zijn bekeerd. Ze doen de wil van God. Nou, mooie kan gewoon niet. Maar Jona die had er geen goed woord voor over. Maar God zei ook, je hebt geen recht om boos te zijn. Want ik doe het goede. En als de mens gehoorzaam is aan God en de wil van God doet, dan is de mens goed voor de mens. En dat is de boodschap van vandaag. En ik wil je ook oproepen, als je van jezelf weet dat er dingen zijn in je leven waarvan je weet van ja, maar dit is niet de wil van God. Dan wil ik je ook oproepen, stop daarmee. Leg die dingen af en zeg ook tegen God, ik heb niet het goede gedaan. Hè, want ik heb wel eens dingen gepikt, of ik luister niet zo best naar mijn ouders. Of als er dit wordt gezegd, dan verdraai ik het en dan ben ik vaak niet zo goed met de waarheid. En ik wil je echt oproepen om, net als het volk Nineveh, om het goede te doen. En ik geloof dat als je het goede doet, dat de zegen van God ook op je leven zal rusten. En dat is iets, we hebben het gezien als voorbeeld bij Jona en het volk Nineveh. En ik geloof dat dat een boodschap van toen is, maar dat dat ook een boodschap van nu is. Daar wil ik je mee bemoedigen. Wees gehoorzaam, doe de wil van God en God zal bij je zijn. Hé jongens, God zegen, hou vol en hopelijk tot snel ziens. Doeg! Zo, mooi verhaal. Wat gebeurde er toen Jona niet wilde doen wat God zei? Er kwam een zware storm. Jona werd overboord gegooid. En hij werd opgegeten door een grote vis. En waarom kwam het toch weer goed met Jona? Hij ging namelijk in de buik van de vis eens heel goed nadenken. En vroeg toen om vergeving aan God. Pap. Wat ben je aan het doen? Oh, ik ben een filmpje aan het maken voor de kerk. Oké. Heb jij wel eens iets fouts gedaan? Nog nooit? Echt niet? Heb je nog nooit een snoepje gestolen uit de koektrommel? Nog nooit vals gespeeld? Nog nooit iemand uitgelachen? Nou, knap hoor. Nou, ik wel. Weet ik vast misschien ook wel jij. En wat denk je dat je zou kunnen doen als je strafregels aan het schrijven bent? Of als je ergens anders eens even rustig moet zitten en wachten totdat je straf is afgelopen. Je zou eens goed kunnen nadenken en je zou vergeving kunnen vragen. Hallo allemaal, ik ga jullie het verhaal voorlezen van Jona. En dat ga ik doen uit de Prentenbijbel. Jona begrijpt niets van God. Ga op reis naar de stad Nineveh, zegt God tegen zijn knecht Jona. Waarschuw de mensen daar, want ze doen veel slechte dingen. Als ze zo doorgaan, zou ik ze moeten straffen. Net goed, denkt Jona, laat ze maar straf krijgen. Jona gaat wel op reis, maar niet naar Nineveh. Hij stapt aan boord van een schip dat naar Tarsis vaart. Als het schip midden op zee is, gaat het hard stormen. De golven worden hoog en het schip kraakt. De zeelieden zijn vreselijk bang. Iedereen op het schip bidt tot zijn eigen God en vraagt om hulp. Jona weet wel waarom het zo stormt. Het is mijn schuld, zegt hij. Mijn God is de God die de hele wereld heeft gemaakt. Hij is nu boos op me, omdat ik niet naar hem heb geluisterd. Gooi mij maar overboord. Dan wordt de zee wel weer rustig. De zeelieden willen Jona niet in zee gooien. Maar ze zijn ook bang dat ze allemaal zullen verdrinken. Daarom tillen ze Jona toch op en gooien hem in het water. Meteen stopt de storm. Verbaasd kijken de zeelieden elkaar aan. Die God van Jona is de echte God. Jona spartelt in het water, maar God stuurt een grote vis die Jona opslokt. In de buik van de vis bidt Jona tot God. Dank u wel, Heer, dat ik niet verdronken ben, zegt hij. U hebt mij van de dood gered. Na 3 dagen spuugt de vis Jona uit op het strand.
Ga naar Nineveh, zegt God voor de tweede keer, en zeg wat je van mij moet zeggen. Dit keer luistert Jona wel. Hij gaat naar Nineveh en zegt tegen alle mensen die er wonen, nog 40 dagen, dan wordt jullie stad helemaal verwoest. Want jullie doen slechte dingen. De mensen in Nineveh schrikken. Jona heeft gelijk. Ze hebben veel slechte dingen gedaan. Nu is God boos. Dat is erg. Ook de koning schrikt. Vlug stuurt hij zijn knechten op pad. Ga anders leven, zegt ze tegen iedereen. Laat zien dat je spijt hebt. Doe goede dingen en bid tot God. Misschien zal hij dan niet meer boos zijn. Jona gaat buiten de stad zitten. De zon schijnt fel op zijn hoofd. Dan laat God in één nacht een boom groeien, zodat Jona in de schaduw kan zitten. Zo wacht Jona totdat de stad wordt gestraft. Maar God ziet dat de mensen in Nineveh geen slechte dingen meer doen. Daarom verwoest hij de stad niet. Nu wordt Jona heel boos. Dacht ik het niet, God, zegt hij. U gaat die mensen zeker weer redden, want zo bent u. U vergeeft mensen omdat u van hen houdt. Dan stuurt God een worm. De worm vreet aan de boom waar Jona onder zit. De boom verdort. Nu zit Jona weer in de hete zon. Jona wordt nog bozer. Als het zo moet, zegt hij tegen God, dan ga ik nog liever dood. Maar God zegt tegen Jona, moet je nu zo boos zijn om die dode boom? Ja, zegt Jona, ik ben heel boos. Ik had veel liever dat die boom nog leefde. Dan zegt God, Jona, jij bent al boos op een boom, die na één nacht al doodgaat. Snap je dan niet dat ik verdrietig ben om al die mensen en dieren in Nineveh, die moesten sterven? Ik wil niet dat ze sterven, ik wil dat ze leven. Zo, eerst maar eens even de antwoorden, de goede antwoorden bij de vijf verschillen. Hebben jullie ze allemaal gevonden? Het eerste goede antwoord is natuurlijk dat ik mijn bril het tweede filmpje op had. Het tweede goede antwoord is dat ik een ander shirtje aan heb. Het derde goede antwoord is dat ik een glas limonade had in plaats van een glas water. Verder zijn de gordijnen op de achtergrond dicht. En het laatste verschil was dat een ander jongetje kwam vragen wat ik aan het doen was. Een kleiner jongetje de tweede keer. Vond je het leuk vanochtend? Vond je het leerzaam? Het duurt nog wel even voordat we elkaar weer zien. Maar we gaan er toch weer een leuke week van maken. Tot volgende week! De zegen van God zij met jou. In het licht en het donker, hij blijft je trouw. Elke stap van de weg die je gaat in zijn naam, zal hij leiden in liefde waar jij ook zult gaan. Ontvang nu de zegen van hem. Durf te dromen, te leven, vertrouw op zijn stem. Vervuld met zijn geest, die je troost en je moed geeft, vernieuwd en geneest. Wees gezegend in de naam van de Vader, gezegend in de naam van de Zoon. Wees gezegend met de Heilige Geest. Wees krachtig en moedig en wees niet bevreesd. Wees gezegend in de naam van de Vader. Gezegend in de naam van de Zoon. Wees gezegend met de Heilige Geest. Wees krachtig en moedig. Wees
is niet bevreesd. Wees krachtig en moedig en wees niet bevreesd.